Zuinig zijn op balbezit. Zal ongetwijfeld gepredikt zijn bij DVS. Mike Arends. Nou, aardig schot. Mooie poging, Mike Arends. Het geheel staat vanmiddag onder leiding van de scheidsrechter, de heer Te Braken. De spelers stellen zich op, applaudisseren naar het publiek toe. Hebben natuurlijk de nodige respect voor alle mensen die hier gekomen zijn. Het is begonnen. Lange trap naar voren. Natuurlijk naar het hoofd van Bijmers. Dat zal niet de laatste keer zijn. Zuinig zijn op balbezit. Zal ongetwijfeld gepredikt zijn bij DVS. Mike Arends. Nou, aardig schot. Mooie poging. Mike Arends. Komt ie. Sam de Wit. Had de neiging om door te koppen, de bal. Ook weer veel beweging. Sam de Wit kwam toch behoorlijk hoog, moet ik zeggen. Goed werk, Maarten van Dijk. Daar een beetje ongelukkig balverlies. Daardoor misschien gevaar. Geen slap schotje van Otterlo en Arends. Mike van Otterlo. Nu misschien binnendoor. Schakelt Roland Baas in. Prachtige voorzet. Vrije kopkans. Die voorzetten van Roland Baas, die worden steeds preciezer. Mooie poging van Genemuiden via die voorzet waarbij Bijmers bijna met zijn hoofd bij de bal kwam. Snel genomen. Sam de Wit, die kent de kracht van Roumeillon. Benjamin. Benjamin Roumeillon vanuit een onmogelijke hoek weet hij die bal toch zo enorm goed te raken met zoveel vuur. Laag in de tweede hoek, in de verste hoek. Hoe kom je erbij? Maar ja, je moet op een of andere manier Roumeillon heten. Roland Baas met de vrije trap. Heel goed gezien. Roland Baas. Wat dat betreft, zeker in de opbouw, is die steeds makkelijker en beter te gebruiken. Zeer compact verdedigen van DVS 33. Zo moet je dat doen. Weer een strakke bal van Sam de Wit. Schitterende paas. Komt hij? Bijna. Nu, Nicky van Hilten. Nick Arends. Nog steeds Arends. Maarten van Dijk. Schot. Sico, sorry. Van mij had Maarten van Dijk ook direct op doel kunnen schieten. Sico, sorry. Trapt de bal richting Rick Dekker. En die zoekt gelijk Roumeillon op. Mike Arends zet wat op met Tsiko Soré. Nu, Roumeillon. Soré. Wat mooi gezien. Ian van Otterlo. Goed gezien. Prachtig gecombineerd DVS. Schitterend. Heel mooi. Roland Baas. Roumeillon.
Mike Arens met een mooie poging. Maar toch wel een metertje over. Komt hij? Stonden voldoende spelers van DVS in het doel. Uitvalletje via Mike Arens. Oh, wat doet hij dat slim. En duidelijke overtreding. Bij de tweede paal gaat hij ongetwijfeld eindigen, denk ik. Een schijnbeweging van Mike Arens. En daar komt alsnog de bal. Yo, die gaat net naast. Roland Baas. Het is weer één richting verkeer. Kunnen we wel gewoon zeggen. 76,8% balbezit van DVS. Nicky van Hilte. Kijk uit. Ja. Hij was wat traag uit zijn doel gekomen, Jan van Willigen. Nu, Roemeon. Wederom een overtreding tegenover Roemeon. Gaat Sam Mike verrassen? Van mij mag het. Als het net maar bolt. Eventueel de terugkomende bal. Dat zou ook wel lekker zijn. Sam de Wit. Oeh, ja. Toch cornerbal. Komt hij weer. Ja, dit is het grote gevaar van Bijmers. Hij is niet alleen goed met zijn hoofd, maar... Weet de bal ook nog lekker onder controle te krijgen. En ja, had maar een voetje van een Gene Muider tegenaan gekund. En dan was het gewoon 1-1. Nu, Ian van Otterlo. Zet daar Roemeon aan het werk. Bal aan de voet. Roemeon zoekt zijn tegenstander natuurlijk zo meteen weer op. Nee, toch niet in dit geval. Maarten van Dijk. Altijd aanspeelbaar. Roemeon. Zet de bal daarvoor. Kijk. Wow! Wow! Prachtig, 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 prachtig. Jongen, jongen, jongen. Wat een schitterende assist van Yannick Bouw. Man, man, man. Op Ian van Otterlo. En ja, die moet je zo'n kans niet geven. Die schiet hem er echt zo knetterhard in. Heerlijk, lekker laag. Ook daar heeft Streutker natuurlijk moeite mee. Hoge ballen, daar is hij goed in. Die lage ballen, net zoals bij Benjamin Roemeon, daar heeft hij moeite mee. Maar wat een mooie assist van Yannick Bouw. Heerlijk. Maar ook dat weer heel goed gelezen, Tim van den Berg. Roemeon, Roemeon, Roemeon. Trek naar binnen. Mike Arends, Mike Arends. Oh, 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 een corner. Ja, hij wist nog net die verdediger. Die wist nog net Mike Arens in te halen. En net met het voetje lastig te zijn voor Mike. Sam de Wit. Ja, toch krijgt hij bij me het voor elkaar, hè? Hij blijft gewoon in balbezit. Ongelooflijk knap. Ja, precies. Je zult toch op zijn minst... Magan. Ja, dit is de Magan die vorig jaar zo'nzelfde doelpunt maakte hier. Magan van de Wetering. Wederom Magan van Otterlo. Ja.
Ja, Van der Wetering. Mooie voorzet. Prima. Arends. Met zijn rechtervoet. Nou. Scheidsrechter beslist. Ion van Otterlo. Hij wint een straatschot van Premier Hermelo en een knipbeurt van Nero. Kijk eens. Hij applaudisseert. Knipbeurt. Ion van Otterlo krijgt een knipbeurt. Nou ja. Dat wordt even met een scheerapparaat eroverheen rauzen. Heerlijk. Zowel Reuvers als Magan. Die gaan Genemuiden weer erbovenop helpen. Heb ik zo het idee. Ik hoef ze maar 10 minuten te zien spelen. En dan weet je wel hoe ver het is. Maar Roemion, die mag ik mijn hele leven lang zien spelen. Heerlijk, heerlijk. Mike Arends. Nou, jammer.